Hi, daar ben ik weer met de koeriebox van juni. Een maandelijkse box, 24,95, 5 tot 7 producten, meestal 5. Een minimumwaarde van 80 euro. De box nu heeft een design met, ik zal hem even iets dichterbij houden. Ik vind hem een beetje kinderlijk, maar er staan crampjes en kwastjes op en nou ja, cosmetica producten staan erop. Op zich leuk, maar ik moet zeggen dat ik hem wel een beetje kinderlijk vind. Het hadden ook knutselspulletjes kunnen zijn, zeg maar, die erop staan. En ook dan de primaire kleuren. Ja, nou goed, oké. Okay. Maar het is weer een nieuwe design. Dat is dan wel weer leuk. Inhoud van de box. Ik heb al geprobeerd met de QR-code. Geen unboxing, helaas. Dus we hebben geen extra informatie. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar dan doen we het maar op deze manier. En we gaan hem openmaken en we gaan kijken wat erin zit. We gaan beginnen met een Dr. Eve Riot. Nou, geen idee hoe ik dit moet uitspreken. Hydro Silk Body Wash. Een body lotion of een douchegel. Hoeveel milliliter zit hierin? 200 milliliter. Nou, niet heel erg. En hydrateren is maar goed. Weet je, je smeert het op je lichaam en je spoelt het er ook weer af. Dus iets wat ze in een body wash stoppen, vind ik niet zo heel interessant. Omdat dat naar mijn idee niet enorm. Misschien zelfs de bestanddelen in zitten, waardoor je minder snel een trekkerig, uitdrogend gevoel krijgt. Maar goed, oké. Okay. Voor all skin types. Nou, niet heel erg spannend. Een douchegel hadden we laatst ook al, geloof ik. Hadden we douchegel, body milk douchegel. Dus nu zeg maar soort van. Dan, product nummer 2. Nou, ik weet dus ook niet wat de prijzen zijn. Zodra ik dat weet, zal ik dat hier natuurlijk onder ook bij erbij gaan zetten. Ik zal ze een mail sturen om te vragen of ik een unboxing mag krijgen daarvoor. 2 elastiekjes. Nou ja, goed. Ik kan ze wel gebruiken, maar echt hoogstaand vind ik het niet, zeg maar. Oké, volgende product. Nailberry. Nou, hoef ik ook niet zo heel veel over te zeggen. Dit is een nagellak. Qua kleur, redelijk oranje. We hebben wel eens wat gehad dat het een beetje rood-oranje was. Een beetje meloenachtige kleur. Rood-roze, rood-oranje. Maar dit, het is niet mijn kleur. Ja. Het is, ja, als je hiervan houdt, dan is het leuk. Maar ja, ik gebruik sowieso nooit nagellak. Ik heb altijd gellak. Als ik al iets op mijn nagels heb, dan heb ik gellak. En geen gewone nagellak, want dat blijft toch niet zitten. Ook niet mijn kleur, niet helemaal mijn ding. Oké, volgende product. Suit of Armor Highlighter. Nou ja, we hebben ook niet echt de informatie van Koodiebox nodig, geloof ik. Want ook een highlighter, ja, wat moet je daar nog over zeggen? Het highlight, ja, het geeft een glans. Niet iets wat ik gebruik, vind ik mezelf inmiddels te oud voor. Ik kan hem al even openmaken voor de kleur, maar ook dit is niet mijn product, zeg maar. Oeh, hij is ook wel heel gelig. Is te zien. Hij is een ivoor kleur. Een beetje van het witte af geel. Ja. Als ik dan al een highlighter zou gaan gebruiken, denk ik dat ik meer een champagne kleurige zou nemen dan een ivoor geelachtige kleur. Maar goed, wie ben ik? Dan hebben we. We hebben al 1, 2, 3, 4 producten. True Gum. Plastic free kauwgom. Min smaak. Nou, ik neem aan dat dit een gratis product is. Een testproduct is. Want wie stopt er nou voor de rest? Kauwgom. Ja, nou ja, goed. Kauwgom. Plasticvrije kauwgom. Ik ga ervan uit dat dit een gratis product is. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. 5. Skun. Hey, Skun heeft ook cosmetica brushes. Dus make-up borstel. Make-up kwasten. Dat wist ik niet. Van Skun.
een poeder brush. Nou hebben wij inmiddels genoeg kwasten, denk ik. Maar ja, ik zeg al, weet je, ben je niet zo goed in het schoonmaken, dan is een kwast, een extra kwast nooit verkeerd, denk ik. Want je moest er wel regelmatig even schoonmaken natuurlijk. Ook als je hem alleen maar bij jezelf gebruikt. Je moet hem af en toe wel echt even schoonmaken. Dat kun je heel makkelijk doen. Een beetje zeeps op, handwas. Even schoonmaken, een beetje rondjes draaien en plat neerleggen. Dus niet zo op de kop in een bekertje met water of zeeps op of wat dan ook. Je moet hem echt zelf even schoonmaken en dan plat neerleggen op een handdoek om te laten drogen. Nou ja, goed. Dit is kan er maar... Ja. Heel zacht. Maar recht toe, recht aan, niks raars of zo. Oh, een poederkwast, ik laat het dingetje vallen. Krijgen wij van Dania. En dan hebben we nog een zesde product. Toch 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zesde product van Mask Me Up. Die kennen we ook. Het is een masker, een sheet masker met vitamine C. Glow boosting. Nou, ik weet niet waarom je er een glow van zou kunnen krijgen. Vitamine C is natuurlijk verhelderend. Dus misschien op die manier dat ze een glow bedoelen. Verhelderend qua de tinten. Dat je je tint weer egaliseert. Pigmentvlekjes vermindert, vervagen. Dus dat is... dit vind ik het enige product wat ik leuk... Ja, sorry. Dit is het enige product wat ik leuk vind. Wat ik zou gaan gebruiken. Ja, een kwast oké, is nooit verkeerd, maar... Zo langzamerhand heb ik eigenlijk wel... Ik zeg eigenlijk, ik heb nooit genoeg kwasten. Maar zo langzamerhand ga ik zeggen, ik heb per se langzamerhand wel genoeg. Dus dat. Douchegel, ja, nou ja, goed, kun je geen builen vallen. Kan ik altijd proberen. Maar ja, goed, ik heb toch meestal die van de Rituals. Ja. Highlighter. Niet mijn ding. Ja, leuk als het gratis is, inderdaad. Daar ga ik vanuit. Nagellak, ook niet mijn ding, niet mijn kleur. En de elastiekjes, ja, vind ik ook een beetje... weet je, een beetje... Ja, goed. Het is leuk als bijproductje, maar... en ik kan ze ook wel gebruiken. Mijn dochter kan ze ook wel gebruiken, daar niet van. Maar ik vind het niet echt een hoogstaand iets. Op dit moment, zeg ik, qua koodiebox... Nee. De maand juni is niet mijn box. Ik vind dit niet... weet je, en natuurlijk, een douchegel kun je altijd gebruiken. Zet hem in je badkamer, kom wel op. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Dus misschien ben ik ook wel gewoon verwend. Kijk, die sheetmaskers zijn altijd leuk. Weet je, dit is gewoon voor één keertje. Dus als je elke maand een sheetmasker in je box krijgt, hartstikke leuk. Want je kunt er elke week eentje gebruiken. Highlighters hebben we denk ik zo langzamerhand ook wel genoeg gehad. De mensen die highlighters gebruiken, ik denk dat die er ook nog wel tegen op voorraad hebben liggen. Ja, nagellak, ja, voor mij hoeft het niet meer. Goed, als je vaak nagellak gebruikt en je vindt het een leuke kleur, is het natuurlijk best leuk. Voor mij is dit een box waarvan ik denk, oh god, nee. Had voor mij niet gehoeven. Ik ben dan ook heel benieuwd, wat vinden jullie van deze box? Is het ook zo'n box van, had voor mij niet gehoeven of... Gebruiken jullie wel alles wat in deze box zit? En nou goed, ik ben gewoon benieuwd wat vinden jullie ervan. Dus laat het weten in de comments. En ik begin nu heel erg te twijfelen of ik dan toch de koodiebox moet gaan stopzetten. Of mij dit nog €25 waard is in de maand. Ik denk het niet. Nee. Eigenlijk niet. Want een sheetmasker van €25 ga ik toch niet doen. Zou ik nooit kopen. Brushes heb ik genoeg, douchegels heb ik genoeg en anders koop ik zelf die wel. Van Rituals, highlighters gebruiken, niet nagellak gebruiken, niet elastiekjes. Ja, leuk, maar voor €25 ook niet te doen. Nou, een kamerpil, die was toch gratis. Die tel ik niet eens mee. Dus als ik deze box zie, zeg ik van oké, ik stop ermee, want ik heb er geen zin meer in. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Hebben jullie ook dezelfde box? Is het zo langzamerhand weer dezelfde box? Of zijn er mensen die nieuw zijn? Hebben die nog steeds andere producten erbij? Wat wij ooit vroeger wel eens in de box hebben gehad. Ben ik ook heel benieuwd naar. En hoor ik het wel. Ik ben benieuwd. En zodra ik prijzen weet of leuke extra informatie over producten. Maar daar ga ik eigenlijk niet van uit.
Maar als ik niet wat de prijzen weet, komen die er allemaal bij. Oké, tot de volgende unboxing.